De Segura Cheyenne is een jas met een heel erg klassiek en retro uitstraling, maar is daarnaast toch heel erg veilig. Ik ben Justin van Motor Cleaning Center en in deze video vertel ik jullie meer over de Segura Cheyenne beschikbaar op motorkledingcenter.nl. De Segura Cheyenne heeft door zijn gewaxte coating heel erg stedelijk en urban uitstraling. Dat is een jas die heel erg goed gedragen kan worden op wat klassiekere motoren zoals bijvoorbeeld choppers of café racers of eventueel oldschool naked bikes. Nou, de jas is voorzien van een waterdicht membraan en daardoor kan je goed in het voor- en het naseizoen gedragen worden en ook in de zomer mocht het nog wat koeler zijn. Je hebt verder geen doorwaai mogelijkheden en het waterdichte membraan kan er in dit geval niet uit, dus wanneer het echt hoogzomer wordt kan deze jas nog wel eens wat te warm worden. Naast dat deze jas gewoon heel erg slijtvast is, is het natuurlijk ook voorzien van de nodige protectie. Zo hebben we protectoren op de schouders en op de ellebogen en op de rug hebben we een pocket zitten waar je een losse inzet in zou kunnen steken zodat je ook daar maximaal beschermd bent. Aan de achterkant zien we dat de jas wat langer wordt en daarom zal die niet zo makkelijk open gaan staan wanneer je ermee op de motor gaat zitten. Aan de binnenkant is de kraan nog afgewerkt met een zacht materiaal en daarom sluit hij hier ook comfortabel aan en zal deze niet in de weg zitten. Als we teruggaan naar de zijkant, dan zien we dit jas uitgevoerd met de stijlband. Die loopt helemaal om de middel heen en daardoor kun je hem helemaal mooi getailleerd aan laten sluiten. Ook is hij nog uitgevoerd met twee ritsen aan de onderkant. Nou, dan mocht je dus op een motorscooter zitten en daardoor wat meer ruimte daarvoor nodig hebben, dan kun je ze openzetten en geeft dat wat meer bewegingsvrijheid. Nou, als we teruggaan naar de voorkant, dan zien we sowieso heel erg veel zakken. We zien twee kleine zakken op de borst en dan nog twee grote steekzakken onderop de jas. Deze zijn waterdicht, want ook daar zit de waterdichte membraan in verwerkt. Op de voorkant zien we ook nog twee kleine steekzakjes met ritjes. En zien we hier ook nog een pasjeshouder terug op de zijkant van de arm waar je ook nog wat spulletjes in kwijt zou kunnen. Nou, de voorkant van de mouw is hier afgewerkt met drukkers, dus dan kun je makkelijk je handschoenen eronder of eroverheen dragen. En aan de binnenzijde hebben we ook nog een rit zitten, waardoor je er makkelijk snel handschoenen onderaan zou kunnen trekken. Nou, als we dan die jas open gaan maken, dan werkt dat met een drukknop. En die loopt van onder naar boven door. En dan hebben we hier de rit zitten, de grote stevige ritsjes. En als we die jas openmaken, komen we als eerste de Napoleon pocket tegen. Nou, deze zit achter het waterdichte membraan, dus ook die is volledig waterdicht. Daarnaast hebben we een thermovoering, die is volledig uitneembaar, dus mocht het wat warmer worden, kun je die eruit trekken en is de jas wat minder warm. Onder de thermovoering hebben we ook nog binnenzakken zitten en daardoor kun je in deze jas dus heel erg veel spullen meenemen. Hou er wel even rekening mee, er zit geen connectierits in deze jas, dus je kunt hem niet aan een broek vastmaken. Nou, Gary hier is 1,88 meter lang, weegt ongeveer 104 kilo en draagt hier van de Cheyenne jas een maatje XL. Nou, zoals jullie kunnen zien, hij sluit overal goed aan en dit zou voor hem zeker de juiste maat zijn. Zou je deze jas nou een keer in het echt willen komen passen, bekijken of bestellen, dan kan dat natuurlijk in een van onze winkels of simpelweg via onze webshop. Wil je verder op de hoogte blijven van alles wat wij bij Motor Cleaning Center doen, volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vond je deze video nuttig, klik dan op het duimpje omhoog en wil je weten wat voor jou het ideale maat motorjas is, blijf dan even hangen. Ik ben Justin van Motor Cleaning Center, bedankt voor het kijken.